Hi mensen en welkom terug bij een van mijn filmpjes. Vandaag heb ik een soort collection filmpje voor jullie. Mijn telefoon is een soort van mijn volwassen Barbie geworden. Je kan hem een soort van aankleden en dat vind ik veel te leuk. Dus ik heb echt best wel wat hoesjes. Sommige hoesjes die hier tussen zitten heb ik gekregen. Dus ik weet niet zeker hoe duur ze zijn of waar ze vandaan komen. En sommige hoesjes heb ik overgekocht. Dan weet ik wel hoeveel ik ervoor heb betaald. Maar dus niet de originele prijs en waar ze vandaan komen. Dus dan weten jullie dat alvast. Laten we beginnen. Laat ik maar beginnen met het hoesje wat ik nu op mijn telefoon heb. En dat is deze. Ik vind hem echt super awesome. Ik heb deze gekregen van mijn zus, dus ik weet niet hoe duur die is. Maar hij komt volgens mij van Mini in the Box. Dus ik denk dat hij iets van rond de 3, 4 euro was. En ik vind hem gewoon super schattig, dus die zit nou op mijn telefoon. Ik heb trouwens een iPhone 4S, voor de mensen die het zich afvragen. Dan ook heb ik dit varkentje en deze komt ook van Mini in the Box. En ik vind hem zelf echt super leuk. Deze had ik hiervoor op mijn telefoon. En deze kost denk ik ook rond de 3, 4 euro. En deze is ook van Mini in the Box. Dus vind je hem leuk, kun je hem daar vinden. Dan heb ik dit hoesje. En dit is gewoon zo'n hardcase hoesje. En er zit een print op van een pandabeer die een beetje uitgelopen is, die net geverfd is. En deze heb ik ook een tijdje op mijn telefoon gehad. Maar ik wissel zoveel met hoesjes, want dat vind ik gewoon leuk om te doen. En deze heb ik overgekocht voor 1 euro. Dan ook heb ik dit hoesje van een pug, een hondje. En ik vind deze zelf super leuk, maar eigenlijk speelt deze een beetje vals. Want hij is niet van mijn telefoon, maar van mijn iPod. Maar ik vond hem zo leuk, dus ik dacht ik laat hem gewoon zien. Deze is ook van Mini in the Box. Sorry, maar ik haal daar gewoon bijna al mijn hoesjes vandaan. Dan heb ik nog een hardcase hoesje. En deze vind ik ook super leuk. Deze heb ik ook overgekocht voor 1 euro. Ja, ik weet niet echt hoe ik de print moet beschrijven. Het zijn een beetje tribalprint bomen. En er zit een hele grote hand op met een wolfje, een babywolfje die aan het huilen is. En ja, ik weet niet. Ik vind het best wel een cool hoesje. Dan heb ik nog een fluffy-achtig hoesje. En dit is een chocoladereep. En deze heb ik ook gekregen van mijn zus. Deze komt ook van Mini in the Box volgens mij. Ik weet niet 100% wat ik heb gekregen. Ik vind deze super leuk. Eerst schijnt dat deze ook echt rook naar chocola. Maar ja, deze heeft mijn zus dus ook de hele tijd onder de telefoon gehad. Maar hij is nog wel gewoon heel en schoon en zo. Maar de geur is er helaas vanaf gegaan. Want dat was best wel cool dat hij naar chocola rookt. Maar deze heb ik dus ook gekregen. Ik weet niet hoe duur die is. Ik weet ook dus niet precies waar die vandaan komt. Dan heb ik nog een hardcase hoesje. En deze moet je eigenlijk over zo houden. Dit zijn de Beatles die oversteken op het zebrapad. Het is best wel een bekend plaatje. Ik heb hier ook even opgezocht op Google. Nou, dat is dus hetzelfde plaatje. Hij is gewoon geprint op een hoesje. En deze heb ik ook overgekocht voor 1 euro. Dan heb ik nog een hardcase hoesje. En deze heb ik ook van mijn zus gekregen. Jullie vragen je zeker af van waarom krijg je zoveel hoesjes van je zus? Nou, mijn zus die heeft een abonnement. En dan wisselt ze af en toe nog wel van telefoon. En nu heeft zij dus ook een iPhone 5. En dan heeft ze niks meer aan de iPhone 4 hoesjes. En omdat ik daar een telefoon van heb, krijg ik ze van haar. Wat ik natuurlijk super leuk vind. Ik vind deze zelf ook echt super leuk. Het is een hele dikke ronde walvis onder water. En ja, ik weet niet waar hij vandaan komt. Waarschijnlijk Mini in the Box. Weet het niet zeker. Weet dus ook niet hoe duur die was. Maar als die van Mini in the Box komt, dan zijn de hardcase hoesjes meestal 1,83 euro of 2 euro nog wat. Dus helemaal niet duur. Dan heb ik nog zo'n flippy hoesje. En deze komt van de Solo. Ik vind hem er zo leuk uitzien. Maar hij is echt gewoon te lomp en te groot. Ik heb hem even op mijn telefoon gehad. Maar omdat hij zo groot is en niet genoeg steun heeft, zeg maar, gaat hij heel snel van mijn telefoon af als ik hem in mijn tas doe of iets. Dus dat is echt super jammer. Want ik vind hem echt heel erg leuk. Leuk? Ik vind hem heel erg leuk. Dat is een woord. Ik vond hem heel erg leuk. En deze heb ik dus gekocht bij de Solo. Volgens mij voor 5 euro of 4 euro. Ja, super schattig. Het ziet er heel leuk uit, maar is totaal niet praktisch. Maar blijft alsnog wel super schattig, vind ik zelf. Dan heb ik nog een hardcase hoesje. En deze is van mijn iPod. En er staat animatiefiguurtjes op van One Direction. Deze was ook volgens mij 1 euro nog wat bij Mini in the Box. En ik vind deze ook super leuk. Dan heb ik nog een flippy hoesje. En deze is van de Forever 18. En deze heb ik gekocht in Duitsland toen ik daar naartoe ging met school. Het is gewoon een simpel blauw hoesje. En er zitten oortjes aan. Dus dan lijkt je telefoon een konijntje. Ik vind hem zelf super schattig. En deze heb ik volgens mij gekocht ook voor 1 of 2 euro nog wat. En dan alweer als laatste voor vandaag heb ik nog een hardcase hoesje. En dat is deze. Deze heb ik ook overgekocht voor 1 euro. En dit is gewoon een simpel hardcase hoesje, wit met luchtballonnen erop. En ik vind deze ook heel erg leuk en ik heb er dus 1 euro voor betaald.
Vond je het leuk om te kijken? Laat een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren, dat is hier beneden. En laat even een reactie hier beneden achter of je ooit een update video van deze wilt. Want ik koop nog wel eens nieuwe hoesjes, dus het lijkt me super leuk om in de toekomst op te nemen. Dus vond je het leuk om te kijken? Laat dan vooral even achter of je ooit hier een update van wilt. En dan bedank ik jou voor het kijken voor deze video en hopelijk zie ik jou weer in mijn volgende video.